ايو هدا ابراهيم واي واي ايو اختمانه واي واي بوزيتي بيتيج واي واي اكتيفيتيج واي واي نيجيتيفيتي واي واي خين تيج فور واي واي الويغن دور واي واي برايم فلو Jawel, jawel, waar zijn we weer? Jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. En vandaag, wat ga je doen, Bilo? Oh jee. Vandaag jongens, is gewoon dik. We zien altijd op tv, weet ik wat voor zenders allemaal, zien we allemaal van die clips, of niet Bilo? Ja. Maar hoe wordt het nou eigenlijk allemaal gedaan? Wie zit erachter? Weet ik wat allemaal? In ieder geval vandaag Ali B, ik zag Shaq hier zo, Mr. Shaq. Volgens mij komt Ronnie Flex ook nog. Kortom, we gaan kijken om het een hele mooie, chillen, kapot, toffe dag van te maken. Of niet? Ja. Want wij zijn echte, echte, echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Dan zijn we tijd. Altijd positiviteit. Nou, we gaan ervoor. Oh jee. Hey. Wat? Wat is hij? Goeiedag allemaal. Hallo. Alles goed? Ja. Met ons ook? Ja. Het kan nooit goed gaan, mensen. Kijk, kijk. Ja. Zo, hé. Hey. Wie? Wat voor feest? Zeg maar. Wat voor feest? Trouwen. Wie gaat trouwen? Ik. Ik. Maar ik heb al een vrouw. Oké, wie is de tweede vrouw? Kies maar. Wie? Daar. Of daar? Hè? Ja. Allah, mensen zijn zwaar bezig hier zo. Heel druk, gigantisch. Maar check deze man. Oké. Zo. Alles goed? Ja, met jou ook? Ja, lekker. Lekker. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat je tiptop uitziet. Dankjewel, dankjewel. En wat is jouw rol vandaag? Ik ben zangeres en manager. Oké. Ik ben Lydia. Ja. En ik zing het refreintje. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik met een grote artiest werk. Dus ik heb verleden bij de Voice Kids gehad. In 2015 tot de finale gekomen. Ja, die man. Lang geleden. Dus geen grappen? Nee. Maar zegt ik hier, waar kom je precies vandaan? Nou, ik kom oorspronkelijk uit Venlo. Venlo? Oké, ik hoor het meteen aan, aan die zegt G. Maar eerlijk hè, hoe is het dan om met Ali B en Ronnie Flex? Ja, het is gewoon voor mij vooral een eer om met ze te werken, maar het is ook echt gewoon leuk. Iedereen is geconcentreerd, iedereen is gefocust, dus het is heel erg professioneel gehandeld. Ja, daar kan je heel veel leren, dus voor mij is het wel leerzaam. Echt een diep respect hoor, dat je het zo ver geschopt hebt. Dankjewel. Want hoe oud ben je nu? 18. Wauw. Ja, ik ben 18 jaar. Nou, top. Heel veel succes. Ja, en we zien je zo meteen. Alleen maar liefde. Hé, hey, Bidder, wat ben je aan het doen? Wat ga je doen? Nee, joh, nee. Van wie zijn deze schoenen? Van wie zijn deze schoenen? Volgens mij van Ronnie, man. Of niet? Wat is je naam? Ja, wat? Hi, met wie? Met wie? Oh jee. Ja. Hij heeft er al geregeld. Begrijp je. Bob. Nee. Dit is niet zo gekkie. Ik kan niet naar binnen. Nee, nog. Ja, die is alleen voor echte. Hè? Ga je eraan ruiken? Maar gaan we jou ook op de clip zien? Ja, ik weet het wel. Dat moet ik anders niet doen. Ja. Het is lekker weer, gaat. Het is allemaal het eigen. Het is allemaal leuk. Ik heb wel wat beter te doen. Ik dacht een clip is een paar minuutjes, maar het is wel echt. Nee, dat is nog niks. Je bent aan het wachten tot ze iets hebben opgebouwd. En dan, dan ga je je ding doen. En dan ga je weer terug omkleden, weer opbouwen. Weer dat je denkt, het zal gaan doen. Maar eind van de maand staat inshallah iets leuks tegenover. Ja, ik denk het wel. Het hangt vanaf die hele nieuwe clip, man. Terwijl ik jou zit te interviewen, gebeurt allemaal de broer. Ja, het is allemaal. Het is de man. Het is helemaal niet makkelijk, denk ik. Helemaal vals. Allah, Bila. Hey,
Je bent druk aan het vergaderen, lijkt het, heren. Alles goed? Waar komen jullie vandaan, boys? Regio Amsterdam. En wat brengt jullie hier? Wat wordt vandaag? We zijn... We noemen onszelf Daka Marakshia Daka Afrah. Het is een Marokkaanse traditionele band. En we zijn er vooral om bruidspaar te begeleiden, maar vandaag zijn we voor wat heel anders. Arif. Ah, we echt poten met deze gast. Ding aan, dat zijn we hier. Moet je anders zijn in de les? Altijd, dit is een poot. Heb je pas gezien? Waar ben je de bereide grond vandaag? Zo zie je er wel uit, hè? Bro, ik zie er in ieder geval uit zoals ze met me willen trouwen. Dat is mijn mattie. Ja. Wie ben ik? Hoe heet ik? Hey. Hoe is het? Is het af? Heel sneaky zo. Ik heb het niet net. Ja. Dames en heren, we zijn natuurlijk bij de binnenkomst. We zijn hartstikke blij met de prijsvraag binnenkomt. Laten we zojuist een serie die we heel erg zien. Dus we gaan klappen, blij zijn voor de prijsvraag, oké? Yes! Iedereen klappen! Ziet er simpel uit. Nee, maar de jurken zijn van mij. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, ze zijn in ieder geval prachtig. Dank je. Snel. Ah, heb je zin in, hè? Oké, figuratie mag alvast bewegen. Kom maar mee, weer in het goed. Jij wil zeker nog een shout-out verzorgen, of niet? Ja. Naar? Van mijn vrienden. Wie zijn jouw vrienden? Devin en Daan. En waar komen Devin en Daan vandaan? Uit Utrecht. Oké. Okay. Je komt helemaal uit Utrecht helemaal hier naartoe? Ja. Hey, je ziet er nog netjes uit strak. Ja. Wat ga jij vandaag doen? Ik. Ben je gewoon uitgenodigd? Ja. Of ga je ook in de clip? Ja, mijn moeder die werkt hier. Ja, die ben ook uitgenodigd. Doe je goed? Ook nog? Dus jij gaat misschien famous worden? Ja. Oké, okay, wat wil jij laten worden? Ik weet het niet. Je weet nog helemaal geen idee? Nee. Oké. Okay. En ik heb al heel veel van jullie gezien. Echt waar? Ik heb geabonneerd. Oké. Okay. Ja. Heel veel succes vandaag, hè? Ja. Wat zijn ze, vriend? Ja, of niet? Ja, dat is ja, dat heb ik ook. Alles? De lucht? Ja. Zie je. Bro, ik heb een vraag, man. Ja, bro. Ah, ik heb me nou die vraag. Ja, man. Sowieso 40%, bro. Ik heb je met rust gelaten. Ik ben op zoek naar jouw geheim van jouw succes, man. Gewoon een keer zelf zijn, maar je moet het ook leuk vinden wat je doet. Leuk, hè? Maar is het ook echt geluk? Ik denk het wel. Tenminste. Ik denk het zelf van niet.
ik denk, je hebt iets en dan moet je het nog doorzetten. Inderdaad, ik had gewoon nummer gemaakt. Nou, was niet van bekendheid of zo. Je weet, of maak het leven gewoon door. En daarmee merk je wel het verschil met anderen. Daar waar anderen denken, ik red het niet of wat dan ook, ben je wel jezelf blijven geloven. Ik dacht niet zo, want als je niet denkt van, hey, ik wil het, als je niet in de gedachte hebt van, ik wil het maken met muziek of zo, dan heb je ook geen gedachte van, ik red het niet of zo. Nee, dan maak ik gewoon poep. Want je doel is, je hebt een ander doel. Dit poep is gewoon leuk, toch? Ja. Het is alles een beetje gekomen, zo'n paar gaven, ja. En nu is het echt gewoon alleen hard blijven werken? Nu is het gewoon je werk. Dus nu, je toch, je hebt wel een beetje serieus aan, net nummers maken, je moet altijd leuk blijven, je weet toch, maar de achterkant, de beeld achter is gewoon echt... Is geen grap, hè? Het werken. Strijder, man. Ja, zeker strijder. Hey Mike, kom die shit in. Leuk vandaag? Ja. Het is gezellig, hè? Is ook een leuk liedje? Heb je het liedje gehoord? Nee. Maar is het niet strijden, man, de hele dag zo? Ja, zeker wel, man. Ik ben niet zo goed in vroeg opstaan, man. En ik ben al 2 dagen op rij vroeg aan het opstaan, dus... Ja, ik zeg eerlijk wel strijden. Ja, toch, man. We gaan ervoor, man. Wat is het geheim van een goede clip? Het geheim van een goede clip? Voor mij is denk ik om mezelf gewoon een beetje te laten gaan, man. En om gewoon uit de comfortzone te stappen, weet je wel. Soms zou ik misschien denken, misschien zou ik dat niet durven, maar dan moet je dat wel juist gewoon doen. Man. Ja. En dan ziet, komt het eigenlijk het mooiste eruit op beeld. Man. Ja, man. Thanks, man. Ja, hey, thanks voor je tijd. Ja, toch. Oh. Mogen deze meisjes nog? Ja, toch. Ja, ja. Hij vindt mij toch. Zo, wat is dat nou? Hey, wat is volgens jou een geheim van een goede videoclip? Dat alles gewoon goed geregeld is. Met de puntjes. En een goede regisseur. En Mike Static, voldoet hij aan die eisen? Ja, hij is hard. Ja? Hij is zelf een way back. Ja. Ervaren. Gruwelijk, man. Deze man is helemaal lui. Het is ook een dansschool, toch? Ja, eigenlijk wel. We'll be right back.
ware de zaal in kijken, alsof jullie 1000 man aankijken. Zo. Ja. Van een soort van God. Ja? De laatste rode trein of voor dus, de rode trein? Als je de laatste stap hebt gezet, je staat op begane grond, okay. Dat je even om je heen kijkt, even glip achter, weet je, 10 seconden. Okay. Tel in je hoofd alsjeblieft. Ja? Dank u wel. Zo, Bilal stinkt mensen. Bilal stinkt een beetje. Eerlijk, ben je niet moe? Ik heb kapot. Echt respect. Ben je niet geslopen, broer? Strijder, man. Eerlijk, ben je niet gesloopt? Ik ben dood. Hè? Ik kan niet meer. Voilà, dit is een leventje hoor, dit. Ja, echt zwaar. Hier aan de hand, mensen. Goeiedag. Hoi. Wat is hier aan de hand? Hier aan de hand? Ja, ik ben weg van nou. Ga jij in dat ding zitten, Ronnie? Ja. Ik zeg je heel eerlijk. Ja. Oh jee. Oh jee. Is dit veilig, broer? Eerlijk? Ik weet niet. Kijk, als ik val, maakt niet zoveel uit, maar als Ronnie valt, zeg ik. Met die zonnebril vertrouw ik niet zo. Serieuze aangelegenheid, dit. Oké. Ja. Ronnie gaat zo omhoog. Op het moment dat hij omhoog is, zijn we in een feestelijke sfeer. Dus iedereen mag lekker feesten, klappen. Het is een bruidspaar, oké? Oké, attentie voor opnames. Mensen, hier
zijn we weer. Ja mensen, zoals je ziet gaat hier nog flink door. Wij zijn kapot, batterij is leeg. Wij blijven hier nog eens partyen. En in ieder geval, wij zijn echte man. En wij geven ieder alleen maar. En wij zeggen altijd. Mensen, arme Reggie. Why why, alleen maar liefde, why why. Jouw het Ibrahim, why why. Jouw het Bilal, jouw het Ibrahim, why why. Jouw het Bilal, jouw het Ibrahim, why why. Jouw echte mannen, why why. Positiviteit, why why. Activiteit, why why. Negativiteit, why why. Geen tijd voor, why why. In wegen door, why why. Brian.